Hey hey, High Potential Woman. Topper. Super dat je hier weer bent om te kijken, te luisteren naar wat ik met je wil delen. Want vandaag wil ik het hebben over hoe ga je nu je verlangen waarmaken. Ook al voel je een angst. En ik heb daarin een heel mooi verhaal te vertellen. En daarin wil ik je heel graag meenemen. Even heel erg kort. Kort, waar komt nu angstgedachte vandaan? Het is niet per definitie zo dat angst slecht is. Um, ze zeggen wel eens ooit angst is de slechtste raadgever. Nou ja, daar, daar valt natuurlijk over te, te discussiëren hè, of dat waar is of niet. Ik geloof altijd dat je dingen vanaf verschillende kanten kan bekijken en dat er nooit één waarheid is. Um, maar als we gaan kijken naar wie wij als mens zijn. Um, Vanuit de oertijd hadden we ons, hebben we ons oerbrein ontwikkeld. Nou, en in de evolutie is dat oerbrein nog steeds in ons brein aanwezig. Dat is het oudste deel van ons brein. Vanuit de oertijd hadden we heel sterk de behoefte... om ons te beschermen tegen gevaar, tegen de wilde dieren. Want we wilden ons voortplanten, we wilden voortblijven bestaan. Nou, daarvoor was het wel belangrijk om voor te kunnen leven... Door eten, drinken, maar ook gevaar te mijden. Nou, dat oerbrein dat hebben we nu nog steeds. Dat betekent op het moment dat ons brein, oerbrein, denkt: hé, hey, er is gevaar voor jouw leven. dan moeten we jou dat mededelen. Dus je oerbrein wil je ook heel vaak beschermen nu in het leven. Alleen is het zo dat het niet meer gaat over leven en dood, wat vroeger was tijdens in de oertijd. He, maar er zijn wel heel veel dingen die je in je leven wil doen, waarbij het oerbrein denkt, dat zou mogelijk een gevaar kunnen zijn in jouw leven. Dus dat oerbrein wil je waarschuwen. Het is dus niet per definitie zo dat het oerbrein slecht is. He, dus, dus, uh, maar het gaat erom dat als iets te is en het je te veel tegenhoudt, dat, ja, dat het niet meer dienend is voor jou. En hoe zorgt het nou voor dat je toch je verlangen gaat waarmaken, ook al voel je je geremd door dat brein, dat hoofd, die harde stem in je hoofd die zegt van hé, opletten, pas op, uh, niet doen, dat kun je niet, want ze gaan anderen wel niet van je denken, etc. Dus de eerste belangrijke vraag voor jou is dan, is die gedachte 100% waar? Dat die angst ook echt terecht is. Nou, misschien zeg je in eerste instantie: ja, maar ga dan nog eens verder nadenken. Is het ook werkelijk waar? En waar gaan we nu de mist in bij angstgedachten? Is dat we meteen aan het ergste denken? Dat oerbrein, dat geeft je eigenlijk meteen een gevoel van niet kunnen overleven. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil, want dat is het ergste wat er kan gebeuren. Maar feitelijk. In de keuzes die je wil maken, is het heel vaak niet zo natuurlijk dat je niet overleeft. Maar je brein denkt dus van wel. Het is de kunst om bij wijze van tegen je brein die harde stem in je hoofd te zeggen: Dankjewel dat je me wil waarschuwen, maar ik heb je nu niet nodig of het is, het is niet terecht. Het, het is, ik zie het anders. En dat je die stem niet wegduwt... van ik wil het weg hebben, ik wil het weg hebben, ik wil het weg hebben... want ik wil het zo graag, maar ik, ik, ja, die angst komt steeds terug... ik wil het weg hebben, want alles wat je um, wegduwt... komt tien keer harder terug bij je. Ik ben ook opgeleid tot systemisch coach... en dat is de, de kracht vanuit het balans geven, nemen... Dus het insluiten, uitsluiten, een nou ja, heel technisch verhaal... maar je, je wil dan eigenlijk iets uitsluiten... En alles wat je uitsluit, komt terug. Dus wanneer je het gaat insluiten dat het er mag zijn, dat die angst er mag zijn, dan pas gaat het verdwijnen. Dat is één. Tweede is ook om te onderzoeken in hoeverre is ook die angst dan daadwerkelijk terecht. Want wat we doen is vaak meteen het ergste denken. Op het moment dat je het ergste denkt, dan heb je ook het meeste last ervan, de grootste angst. Nou, wat is nou een manier waarop je ervoor kan zorgen dat die angst verdwijnt door alles wat je denkt te gaan filteren, in kleine stukjes te gaan hakken. Dus stel nou voor dat je, ik noem maar even iets, hè, je, je hebt een baan in loondienst en je wilt een stap naar ondernemerschap maken. Nou, ik pak dit maar even als voorbeeld. En dat, dat voelt zo groot, die stap. Dat voelt zo spannend en eng, dat je eigenlijk denkt dat je, nou ja, je oerbrein denkt dan dat je, dat je niet gaat overleven daarmee. Terwijl als je het gaat filteren en in stukjes gaat hakken daarnaartoe, en gaat kijken wat de mogelijkheden wel zijn en wat voor opties er allemaal zijn, dan zul je merken. Dat die angst helemaal niet terecht is. En dat je door die angst, dat die zo groot is, eigenlijk niet die kleine tussenstappen ziet van mogelijkheden. Want je zou natuurlijk. Um, hè, je gaat natuurlijk eerst je bedrijf opbouwen naast je loondienst. Je gaat niet meteen je baan opzeggen. Want dan heb je geen inkomsten meer. Hè, dus de meesten kunnen dat niet, niet, niet hebben. Dus dan ga je. Eerst kijken, oké, okay, dan ga ik het daarnaast doen. Dan bouw ik het op mijn tijd en tempel op. Dan ga ik er eerst inkomen daarnaast genereren. Dus je gaat eigenlijk eerst groeien in inkomen. En als dat goed gaat, ga je loondienst langzaamaan afbouwen. Dus dan ga je bijvoorbeeld een paar uurtjes minder werken of een dag minder werken. En zo ga je het afbouwen. Nou, dat is één optie. Weet je, als je dat, die, die, die mogelijkheden al ziet, dan kun je je brein eigenlijk al geruststellen van weet je, ach, er is geen gevaar. Andere optie is als je werk echt niet meer past omdat dat je, dat je energie daarvan lekt. Dat je denkt, oké, okay, weet je wat, misschien kan ik er wel uit bij mijn werk. Hè? En heb je contract, dan kun je met de vaststellingsovereenkomsten uit. En dat je met bouw van WW vanuit de WW kan starten als ondernemer. Dat doen nog ook veel. Nou, dan kun je je brein, brein alweer geruststellen van, kijk eens, dit is ook nog een optie. Als je dat niet wil, dan kun je zeggen: nou weet je, ik ga een andere baan zoeken en vanuit die andere baan ga ik starten als ondernemer. Dat is nog een optie. Dus door die angst even te parkeren en even te gaan inzoomen op hé, hey, weet je, wat zijn eigenlijk de mogelijkheden allemaal en hoe reëel is dat? Dan zul je merken dat je dus veel meer dat er veel meer mogelijkheden zijn dan dat je denkt en dat je je brein ook gerust kan stellen. Er is eigenlijk helemaal geen gevaar, want er zijn drie manieren waarop ik dit kan doen. Nou, En zo hebben we dat ook bijvoorbeeld met um, als je je baan wil opzeggen. Dan is het ook super spannend om dat tegen je manager of je baas te zeggen. En als je dan gaat kijken naar mogelijke situaties die ook zouden kunnen, positief, dat je misschien wel te horen krijgt, oh wat tof, wat ben ik blij voor je, dit past helemaal bij je. Of oh wat, wat tof, uh, zouden we je nog een paar uur in kunnen huren? Of oh wat jammer, maar ik snap heel goed dat je weggaat, want je hebt zoveel talent. Heel vaak bedenken we ons het ergste scenario... Die scenario waarvan ik zei leven en dood vanuit het oerbrein, en is dat niet zo? Of stel je nou voor, je bent uh, VA en je wil heel graag doorgooien. Dat betekent afscheid nemen van klanten of uh, de, dezelfde klanten behouden en, en een nieuwe stap zetten daarnaast. En je voelt dat je veel meer te geven hebt. Dat je veel meer kan en dat dit nog niet het eindstation is. Maar je, je, die nieuwe stap is heel spannend. Want weet je al genoeg? Kun je al genoeg? Heb je al genoeg ervaring? En dan denk je, laat maar, want ik ben daar nog niet. Want je brein wil je weer waarschuwen. Terwijl, op het moment dat je stappen daar naartoe gaat zetten en nog niet van jezelf verwacht dat het meteen perfect moet zijn. Maar tegen jezelf zegt, weet je, op el in elke fase, in elke nieuwe fase van mijn leven en mijn business, zijn er mensen die mij nodig hebben? Zijn er mensen, zijn er klanten die passen? Ook al wil ik nog groeien in die kennis, of wil ik nog groeien in die ervaring, die nieuwe stap die ik ga zetten? Wil ik meer naar een expert toe groeien? Of wil ik er dan, hè, maakt niet uit. Voor elke fase in mijn ondernemerschap zijn er klanten. En op het moment dat je dan die nieuwe stap zet naast je ve bedrijf en je gaat dat daarnaast opbouwen. Dan gooi je nog niks weg. Dan ga je kijken hoe het gaat. En je zult merken dat als je die nieuwe stap gaat zetten, dat je juist dan gaat groeien in die kennis en ervaring. You don't have to be excellent to start, but you have to start to become excellent. Dus op het moment dat je dan die kleine stapjes gaat zien. En dat gaat filteren. Dan kun je je brein ook weer geruststellen. En dat is vaak de crux bij angst. We doen niks. Want we zien alleen maar die angst. We voelen die angst. En de stap er is veel te groot. Dus wat ik je wil meegeven is. Maak het kleiner. Maak het simpeler. Ga. Kijken hoe kunnen de dingen wel die je wil. Wat is er wel mogelijk? Ga die opties op een rijtje zetten en bedenk dan wat is daadwerkelijk het gevaar en hoe kun je dat gevaar zoveel mogelijk vermijden. Dus ga kijken wat kan er wel, hoe klein dan ook, in plaats van wat kan er niet. En de kunst in het leven is stappen te zetten, ook al voel je die spanning. Die doorbraken creëren, dat zorgt voor voldoening, dat zorgt voor groei in het leven. Dat maakt dat jouw rugzak steeds rijker wordt en je steeds meer waardering en voldoening haalt uit alles wat je doet. Ik weet inmiddels door mijn groei als ondernemer. En mijn ervaring en ontwikkeling dat deze dingen dat bijhoren in het leven. En ik omarm ze. Want angst betekent feitelijk groei. Dat je gaat groeien. Dus gun je jezelf groei of wil je jezelf stil laten staan of klein houden? Angst is het teken van groei. Want juist als je durft door te zetten door die angst heen. Dat je het gaat doen en dat je ziet dat je succes hebt, hoe klein dan ook, dan groeit je zelfvertrouwen. Dan groeit je ervaring, dan groeit je kennis. Dan krijg je meer voldoening. Het leven is niet leuk als alles lukt. Het leven is niet leuk als je geen enkele uitdaging aangaat. Het leven is leuk door door te zetten, ook al vind je het spannend. En te gaan zien wat het je brengt. Dus gun je jezelf groei. Kijk maar eens, op het moment dat je dit soort dingen tegenkomt in het leven of in je business, ga dus voor jezelf analyseren. Hoe reëel is die angst? Waar komt die angst vandaan? Hij komt ook ergens vandaan, en wil je beschermen. En en, hoe, en is die angst ook 100% waar? Is die gedachte waar dat je dus die stap niet kan zetten? Dus op het moment dat dit soort dingen gebeuren, ga ze niet uit de weg. Maar ga juist onderzoeken waar komt het vandaan? En hoe kan ik er toch een weg in vinden? Zodat je meer uit je leven gaat halen. Ik wens je heel veel succes toe met het onderzoeken van je angsten. Om vervolgens de actie te nemen om die angst te parkeren. Dankjewel dat je er bent. Om vervolgens verder te gaan in actie. En het realiseren van je dromen en je doelen. Heel veel succes en vooral heel veel plezier met dit groeiproces. En wil je verder geholpen worden met het zetten van volgende stappen in je leven en in je business? Vraag dan een gesprek aan via onze website. Dan kijken we samen wat we voor je kunnen betekenen. Vond je dit inspirerend? Deel het dan met andere mensen waarvan je denkt, hé, hey, dit is ook waardevol voor hun. Wil je nog meer weten over bepaalde onderwerpen? Laat het ons weten. Dan kunnen we dat mogelijk terug uh, meenemen in uh, dit soort opnames, deze sessies. En wil je meer over mij zien of weten? Volg mij dan op mijn social media kanalen en zoek me op via Danielle Leuvering. Nou, genoeg mogelijkheden om jou in ieder geval te helpen je volle potentieel te gaan leven. Hé, hey, tot de volgende keer. En uh, angst is het teken van groei. Let's do this.